Jouwik Michiel, Thomas, Stefan. En deze week hebben jullie een plan dat wij een motocrosswedstrijd moeten gaan houden. Met één hele grote straf. Een motocross wedstrijd tegen elkaar. Jongens, heeft er iemand van jullie ooit op een motor gezeten? Speelgoedding. Ja. En jij? Nee, niet echt. Nou, ik ook niet, dus deze wedstrijd wordt nu al spannend. Hoe gaat deze wedstrijd eruit zien? Nou, wij gaan met z'n drie tegen elkaar racen. En de winnaar, die wint natuurlijk. Maar de verliezers, die moeten de kakkerlak challenge gaan doen. Oh. Holy shit, holy shit. Nee. Oh, ik ben zo'n gekke. Het zal maar een pijn zijn. Oh, shit. Dit is helemaal kut. Dit is echt... Het is echt helemaal kut. Dit is heel ranzig. Ja, er zit maar één ding op. Winnen. Heel duidelijk. Ja. Nou, wij gaan onszelf voorbereiden. Ja, we krijgen eerst even uitleg. En daarna gaan we voor het echtje beginnen volgens mij, man. Ik ben best wel nervous, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet deze wedstrijd winnen. Nee, ik zeg zo. Ik ga niet verliezen. Kut, deze elektrische motor, als je daar aanstaat, maakt het geen geluid. Maar hij doet het dan wel. Nou, we hebben alle drie nog nooit op een motor gezeten. Dus deze wedstrijd is gewoon sowieso nu al spannend. Mogen jullie hem starten, rijd ik dadelijk naar de buitenbaan toe. Mogen jullie achter mij aanrijden en dan ga ik op de buitenbaan even ronde voorrijden. Mogen jullie mij gewoon volgen. Goed, boys, zijn jullie er klaar voor? Zeker. We beginnen zo meteen met drie rondes. Degene die dan wint, die mag als eerste beginnen. Degene die laatste wordt, begint als derde. En daarna beginnen we met de echte wedstrijd. Dat zijn in totaal 5 rondes. 5 rondes? Ja, en de twee verliezers? Die moeten de kakkelak challenge doen. Wie is er zenuwachtig? Ik ben zenuwachtig, want ik wil gewoon niet verliezen. Ik ben niet zo zenuwachtig, ik ga toch wel verliezen. Dat is een hele fucking ding, ouwe. We moeten weer bewijzen wie de echte man is. Godverdomme, het houdt nooit op. Ah, de kant! Godverdomme! Nou, hij gaat heel goed hoor, gaat heel goed. Oh, wat een drama! Dat ding is zo zwaar. Dan gaan we weer. Ga de kaart! Godverdomme. Jezus! Yes! Ik ben er hoor. Lekker pik. Zou ik maar op plek 3 beginnen dan? Jij mag plek 3 beginnen. We hebben net het oefenrondje gedaan. En daar is gebleken dat Giel eerste is geworden, ik tweede en jij derde. Yes. Dus dat betekent dat jij in de binnenbocht mag beginnen, ik in het midden en jij bij de buitenbocht. Precies. De finale is 5 rondes, nogmaals. Ja. En degene die als eerste over de finish komt na 5 rondes, die wint. Ja. En de andere twee die moeten de kakkelak challenge gaan doen. Seminos, lager de gozela! Joepie, joepie, succes. Ja? Succes, boy. 3, 2, 1, go! Come up, Gil! Godverdomme. Wat is dit zwaar, jongen? Kom op! Wat is het moeilijk? Vermoeiend! Vermoeiend dit! Godverdomme! Godverdomme! Goed zo, tempo houden, tempo! Daar gaan we weer hoor. Ik ben lijp, jongen. Ik lig zo ver achter. Niet normaal, jongen. Zie
iedere rondje. Kom op, focus. Kom aan, Thomas, kom aan. Don't be such a pussy, you can do. Thomas, ik kom eraan. Kom op, Gio. Ah, ik kom hier halen. Ja. Ja, yes. Yes. Godverdomme. Au. Au. Jij moet nog een rondje. Ja. Ben toch flikkerd, man. God, die gasten zijn al klaar. Ik moet nog een rondje. Alles voor de eer. Oh, jezus. Wat kut, hè? Schaam. Ik hoop dat je een beetje honger hebt. Ik heb geen lucht meer over. Ik ben helemaal kapot. Ik ook, joh. Ik ga sowieso verliezen. Jullie hebben de wedstrijd helaas niet gewonnen. Helaas. 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 Het scheelde niet veel. Ik heb geen kakkelakken kunnen vinden. Okay. Oh, dat vind ik fijn. Yeah. Ja, als de volgende spin is, dan loop ik meteen weg, hè? Dat weet je. Is dit? Zijn krekels. Oh, gaan ze leven nog? Zijn dit nou krekels? Ze leven! Ja, ze leven, pik! Dit ga ik maar als dat in je bek komt, dan vreet het van binnen gewoon op. Dan krijg je helemaal beesten in je, of niet? Ja, dus je moet gewoon zo hard mogelijk blazen. Mag jij hem erin doen? Je hebt er net iets te veel plezier in, hè? Ja, ik heb heel veel plezier. Kijk, daar loopt hij. Je leeft veel te veel, pik! Heb je die poolsprieten gezien? Je hebt echt de grootste uitgekozen. Jongens, er zijn twee regels. Handen op je rug en de mond helemaal over de buis. 3, 2, 1. Yo. Oh, daar gaat die Stefan eromheen! Nee, hij moet in! Hij zat in een fucking bek! Hand onder! Ah. Ja, dan moet je maar in! Oh, fuck, ik haat jullie! Ja, nee. Fucking ranzig, vriend! Oh, god. Oké, vond je dit een knijterharde video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En heb jij nou een tegenprestatie die wellicht wij een keer moeten uitvoeren? Drop hem dan even hier in de comments. Ja, en je kan ons volgen op social media. Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat misschien ook wel. En dat was hem. Ik kan ook ons volgen op ons YouTube kanaal. Dus vergeet vooral niet te abonneren als je meer van dit soort video's wil zien. Wie wil er spreken?